Na Rick Hogendorp en Richard Knopper heeft ADO Den Haag nog een oud-speler vastgelegd voor het versterken van de commerciële afdeling. Hagenaar Jan-Paul Sijs wordt als accountmanager verantwoordelijk voor het relatiebeheer en de acquisitie voor de businessclub en de brasserieclub. Tijd voor een nadere kennismaking. Jan-Paul Sijs, 34 jaar, lange tijd gevoetbald bij ADO, nu in commerciële zaken van ADO. En een Hagenaar in hart en nieren. Absoluut, ja. Ik kom hier vandaan, ik heb hier gevoetbald. Wat wil je nog meer? Je bent in Den Haag geboren, kan je daar wat over vertellen? Ja, ik ben in het Statenkwartier opgegroeid. Mijn vader was vroeger voorzitter van HBS, daar waar ik opgegroeid ben. Vervolgens ben ik dat mijn school aan de andere kant van Den Haag zat, ben ik naar HVV gegaan. Daar heb ik eigenlijk tot het eerste gevoetbald. Dus ja, alles in Den Haag. En toen daarna echt je voetbalcarrière landelijk uitgerold? Ja, inderdaad. Ik ging op een gegeven moment naar het SIOS, sportopleiding. Vervolgens ook bij Den Haag meetrainend, omdat André Wetzel was op HVV trainer. En die heeft na het eerste jaar van mij in het eerste daar zo, heeft hij mij uitgenodigd om daar mee te gaan trainen bij ADO. Anderhalf jaar SIOS gedaan. Vervolgens werd Rob Meppelink trainer en kreeg ik een 5-jarig contract aangeboden. En daardoor ben ik eigenlijk gestopt met school. En ben ik bij ADO Den Haag gaan voetballen. En was dat vanuit je jeugd een droom voor je of was dat een logische stap? Ja, nou ja, het is natuurlijk eigenlijk wel iedereen wil profvoetballer worden. Ik heb het geluk gehad dat ik heb het voornamelijk van mijn mentaliteit moeten hebben en niet van de kwaliteit, vind ik altijd. Daardoor heb ik het in de voetballerij uiteindelijk wel gered. Dus. Heb je zelf hier in het Kyocera Stadion een paar keer tegen ADO gespeeld, maar jouw beste herinneringen zijn denk ik toch in het Zuiderpark? Ja, eigenlijk alleen maar het Zuiderpark. Wat je zegt, ik heb hier nog wel een paar wedstrijden inderdaad tegen ADO gespeeld. Maar het Zuiderpark zijn echt voor mij de mooie herinneringen. En ook de dieptepunten. Want ja, ik heb onderaan, dat was geloof ik toen de Tote Divisie, heb ik gestaan. En vervolgens kampioenschap meegemaakt, play-offs meegemaakt. Ik denk alles wel. Ja, dat, voor mij is het mijn mooiste herinnering toch wel het kampioenschap hier zo. En even dan nu terug naar je nieuwe functie hier bij ADO Den Haag. Heb je daar dingen die je daarvan geleerd hebt? Je had het net al even, hè? Je hebt je mentaliteit, misschien je doorzettingsvermogen. Ja. Wat kan je daarvan meenemen in deze baan? Ja, ik denk dat ik voornamelijk mijn mondje mee heb. En dat ik makkelijk ben in communiceren. Ik denk dat mijn grootste kwaliteit is nu in deze commerciële functie. Daarnaast heb ik mijn naam mee, waardoor je makkelijker binnenkomt bij mensen. Waardoor je makkelijker over voetbal praat of over de laatste wedstrijd van ADO. Dus ik denk dat het wel is, zeg maar. Ja, want ga je nog ergens specifiek op focussen? Je hebt hier binnen het stadion natuurlijk een aantal divisies. Waar focus jij op? Ik ben voornamelijk voor de brasserie, waar we nu zitten. En voor de businessclub, dat is aan de andere kant. Als je binnenkomt, is dat gelijk links. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar daarnaast ook als er mensen zijn die ik goed ken en die residentiestoelen willen of die units hebben. Nou ja, dan word ik daar ook gewoon verantwoordelijk voor. En daar zal ik dan het contactpersoon voor zijn. Nou, vertelde je net dat je vroeger bij HBS speelde, maar dan speel je nu nog steeds. En volgens mij zagen we je vorige week op het veld staan tegen je huidige collega's. Ja, dat was echt hartstikke leuk. Ik zou eigenlijk maar een halve wedstrijd voetballen, omdat we eigenlijk zondag een belangrijke wedstrijd hadden. Hartstikke leuk om tegen ADO te voetballen altijd. We hebben tegen NAC gespeeld voor de beker. Ja, dat zijn voor jongens die bij mij in het team zitten, zijn dat hartstikke leuke wedstrijden. Want die maken ze natuurlijk niet echt 1, 2, 3 maken ze dat mee. En ik ken er nog genoeg. Ik heb met Popon gevoetbald. Ik heb met Wormgoor gevoetbald. Swinkels is nu hier geblesseerd. Nou, daar heb ik met de tijd van ADO nog mee gezeten. Dus dat zijn leuke dingen. Volgens mij ligt er bij jou een hele mooie tijd in het verschiet. Ik hoop het. Ja, ik probeer mijn stinkende best te doen. En ik probeer zo goed mogelijk de functie in te vullen. En ja, het is eigenlijk aan mij om zo lang mogelijk hier te werken.